Jean Vanier is voor mij persoonlijk een van de sterkste ontmoetingen in mijn leven. Ik heb Jean in India ontmoet. Voor mij als niet-gelovige kijk ik misschien minder naar de spiritualiteit van Jean Vanier. Ik heb Jean Vanier als student eens horen spreken. En hoe hij sprak over de ark. Dat zijn wel die figuren die u raken. Jean heeft zo'n charisma. Ik heb hem nooit ontmoet. Jean Vanier is volgens mij de stichter van de ark in België en Nederland. Jean Vanier was marineofficier bij het Canadese leger toen hij zijn leven een andere wending gaf. Hij zocht een plek waar hij de kern van het evangelie kon beleven. Die vond hij tijdens een bezoek aan een instelling voor mensen met een geestelijke handicap. In 1964 besloot hij een huis te delen met twee van hen in Parijs. De eerste arkgemeenschap was geboren. Jean Vanier besefte dat een mens door de allerzwakste te ontmoeten en te verzorgen zelf verandert. En hij groeide uit tot een bijzonder invloedrijk persoon voor de katholieke kerk en de hele maatschappij. Avant l'Arche, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis entré dans la marine de guerre quand j'avais 13 ans, à l'école navale pour les futurs officiers. Je suis resté 8 ans dans la marine de guerre anglaise et canadienne, 4 ans de formation et 4 ans sur des bateaux. J'ai quitté la marine où j'ai donné ma démission pour suivre Jésus sans savoir très bien où et comment. Et je suis venu dans une communauté près de Paris, ceci en 1950, où j'ai rencontré le père Thomas Philippe, qui est devenu mon père spirituel. Entre-temps, le père Thomas est devenu aumônier d'un centre pour des personnes avec un handicap mental, une trentaine. Et j'avais envie de le retrouver parce qu'il m'avait ouvert le cœur, l'intelligence et l'esprit vers l'Évangile, vers Jésus. Désirant également de m'engager, je cherchais, mais je ne voulais pas m'engager sans savoir si je pourrais être proche du Père Thomas. Enfin, le fait est qu'en 1964, j'ai pu acheter une maison dans ce village, une maison un peu délabrée. J'ai accueilli des personnes d'un centre que je considérais violent et difficile. Et c'est ainsi que j'ai commencé à vivre avec Raphaël et Philippe. Les parents sont morts. Philippe a eu une encéphalite avec une jambe et un bras paralysé. Raphaël avait une méningite, il n'avait pas pu aller à l'école, etc. Deux hommes qui étaient dans une situation épouvantable. Les parents étaient morts, ils n'avaient pas de travail, etc. Donc ce que j'espérais, c'est de leur donner un lieu où ils pouvaient s'épanouir humainement et chrétiennement. Mais je crois que le mystère que nous vivons et qui est le mystère de la spiritualité, c'est qu'en vivant avec eux, c'est eux qui nous changent. La spiritualité de l'Arche, je dirais, c'est le mystère de Dieu qui réside dans le faible. Marie, dans le Magnificat, il a fait descendre les puissants de leur trône, il a élevé les petits. Donc, dans le fond de la spiritualité de l'Arche, il y a le mystère du faible. Et les faibles que nous avons accueillis ici ont toujours été des gens qui ont été beaucoup humiliés, je dirais. Le problème ou la question des personnes avec un handicap, c'est qu'ils ont été terriblement humiliés, considérés comme un handicap sans valeur, pas considérés vraiment humains. Le cœur de l'Arche, le cœur de la pédagogie, c'est de dire « je suis content de vivre avec toi, je suis content et puis j'aime être avec toi ». Donc la plupart des hommes et des femmes qu'on accueille n'ont pas pu se réinsérer. Ils ont besoin d'un lieu
où on est ensemble. Encore, hein? Non. Ah ouais. Là, on va se battre pour la vaisselle. C'est fini maintenant? Oui, oui, il n'y a plus que 4 assiettes. On va se battre pour rien. C'est tout? Oui, ouais, c'est tout. Nous sommes dans une société que j'appelle la tyrannie de la normalité. Tout le monde doit être pareil, tout le monde. Et l'enfant, si dans les premiers mois de l'enfant, maman dit « tu es super, je t'aime comme tu es », mais il y a un passage après, il faut que tu réussisses, il faut que tu fasses du bien à l'école, il faut que tu sois bon dans les sports, il faut réussir. Et l'enfant passe de le sentiment d'être unique à un besoin de réussite dans la classe sociale, dans la culture, dans la religion, et s'appuie sur ce besoin de prouver « je suis quelqu'un parce que je suis reconnu ». Donc ici, il s'agissait d'autre chose. C'est de révéler à l'autre que tu es beau et que je suis content de vivre avec toi. Mais ce qu'on découvre, c'est que ce n'est pas simplement Raphaël et Philippe qui sont changés, c'est moi qui ai changé. Ce que nous découvrons, c'est de vivre avec Raphaël et Philippe, ça change quelque chose de très profond. Au début, je crois que quand j'ai commencé l'Arche, c'est pour faire du bien. C'est un certain sentiment de supériorité. Moi, je suis mieux et je peux faire du bien à toi qui es pauvre, etc. Donc ce qu'on découvre, c'est qu'il y a une sorte de cheminement dans la spiritualité. C'est que je découvre qu'être avec toi, je découvre le cœur de la vie humaine, c'est la relation. C'est de t'aimer. On ne peut pas être une solution pour tout le monde. Mais on peut aider les gens, quelques personnes. C'est à la fois la force et la faiblesse de l'Arche. Nous ne sommes pas une solution. Mais c'est un lieu, et maintenant on a 140 communautés à travers le monde, mais nous sommes un lieu où des gens peuvent découvrir qui ils sont précieux, qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils ont le droit d'être heureux. Et donc, nos communautés sont des communautés où on célèbre la vie ensemble. Et chacun, chaque assistant fait son chemin. On est tous sur un chemin. De Ark in België was eigenlijk vrij vlug na het ontstaan van Ark in Trolley. En dan heeft het een beetje geduurd voor nieuwe gemeenschappen kwamen. Dus dan is er een groep ontstaan in Gouda en één in Moerkerke bij Brugge. En die bestaan allebei een 17-tal jaar. Het engagement in de Ark is eigenlijk heel verscheiden. Je kunt dat een beetje invullen zoals je op dat moment ook kunt en beschikbaar bent en je ook aangetrokken voelt om je te engageren. Het sterkste engagement binnen de gemeenschap zijn natuurlijk de mensen die inwonen, die dus van dat arkhuis hun eigen thuis hebben gemaakt. En dan heb je de jonge vrijwilligers van het buitenland, die wonen ook in, de meeste toch. En dan hebben wij heel veel vormen van vrijwilligerswerk. Sommige mensen doen dat 2 uur per week, sommige een weekend per maand. Dus je kunt dat echt helemaal invullen zoals jouw mogelijkheden zijn. Ik ben als kookvrijwilliger begonnen in de Waterput. En ja, ik vond het eigenlijk zo bijzonder om daar te komen dat ik na 4 maanden heb besloten om echt bij de Ark te gaan wonen en werken. Ik werkte dan 3 dagen en 3 dagen was ik thuis in mijn eigen huis. Nou, wat is het verschil, hè? Een gewone instelling en de Arkgemeenschap? Ja, het verschil maakt het eigenlijk dat je echt samen leeft. De assistenten die er zijn, die staan 's ochtends op met de huisgenoten en gaan 's avonds weer slapen met de huisgenoten. En soms merk je dat verschil in hele kleine dingen, zoals bijvoorbeeld in hetzelfde bad stappen. Dat is een heel praktisch voorbeeld, hè? Maar ik weet van mijn vorige werk dat het, ja, als het dan niet helemaal netjes was,
dan dacht je daar niet altijd over na. Maar nu maken wij gebruik van dezelfde faciliteiten. Je deelt hetzelfde leven en ja, dan ga je er toch op een andere manier in staan. Mijn keuze om naar de Ark te komen was eigenlijk om een time-out te nemen. Ik heb mijn studie in Duitsland afgemaakt en toen wilde ik een jaar iets anders doen. En iemand vertelde mij van de Ark en toen heb ik het op internet opgezocht. En het heeft me wel aangesproken. Hoewel ik bij het religieuze gedeelte, daar had ik wel mijn twijfels. Omdat ik dus niet religieus ben en ik had heel bewust jaren geleden daarvoor gekozen niet meer als christen te leven. En toen was het enige wat mij, of dat wat mij heeft overtuigd om wel naar de Ark te gaan, was dat op internet stond dat het niet geeft of je religieus bent, of je christen bent, boeddhist of wat dan ook, dat je er gewoon mag zijn. En dat vond ik zo mooi. En dacht ik, ja, dat zou ik me wel prettig kunnen voelen in zo'n gemeenschap die zo naar mensen kijkt. Ik denk dat de Ark niet voor iedereen iets is. Maar als je je openstelt, ook voor de verandering, dan kan dat zwakke je juist aantrekken. Omdat ik zie het aan mezelf dat ik in de huisgenoten mezelf ook net als in een spiegel zie. Als zij boos zijn, dan kan ik ook heel boos worden soms. En als ik dan naar mezelf kijk en dat aanvaard, dan kan ik dus ook die zwakheden in mij bekijken en verder groeien, mezelf beter leren kennen. Omdat ik, ja, ik heb niet alleen lieve en mooie gedachten in mij. Daar zitten dus ook agressieve gedachten of dat ik boos kan worden of verdrietig ben. En dat brengen ze juist naar voren, omdat ze zo puur zijn. Als ze boos zijn, dan zijn ze boos, de huisgenoten. En als ze blij zijn, zijn ze blij. Nou, hop. Het idee van gastgezinnen is eigenlijk gekomen omdat die mensen die inwoonden, die konden ook niet 7 dagen op 7, 24 uur. Er moest ook eens een moment om een persoonlijk evenwicht te bewaren, moet je ook eens echt kunnen stoppen. In het begin van de Ark hadden ze afgesproken van 1 weekend per maand sluiten we. En proberen we dat iedereen een andere plek heeft. Nu, een aantal van onze gasten die hebben hun plek in hun gezin, bij broer of zus of verdere familie. Maar voor een aantal is dat niet mogelijk of heel moeilijk. En voor deze laatste hebben we telkens een vriendengezin gezocht. Ik ben eigenlijk als student ooit eens een maand gaan inwonen in de Ark. En heb een beetje geverfd, schilderwerken gedaan. Een slaapkamer gedeeld met een van de gasten. En dat is wel een microbe die is blijven hangen. En je weet ergens wel, vroeg of laat doe ik hier iets mee. Je kunt dat zo voelen, maar op dat moment was dat eigenlijk nog niet de juiste timing. Wel, toen mijn moeke gestorven is, toen was voor ons zo'n beetje de idee van, goh, we schuiven op in het leven. Stel dat morgen ik borstkanker krijg. Wat willen we zeker nog gedaan hebben in ons leven? Ja. Nu woensdag samen. Ik had zelf tijdens mijn proefschrift stage gelopen in een centrum voor menselijke erfelijkheid. En dan kom je met veel mensen in contact die zelf met dat drama van we gaan een kindje krijgen, dat en zo verder. En dat had hem eigenlijk diep getroffen altijd. En Sabine had dan een ervaring in de Ark. En zo zijn we op een dag gewoon naar de Ark gestapt en gezegd van kijk, kunnen we jullie helpen? Na die avond zei de verantwoordelijke toen van, we vragen ons af of Chris bij jullie welkom zou zijn en of die bij jullie zou passen. En we gaan eens proberen, mag hij eens op weekend komen? En dat is toen heel goed gelukt, hè, Chris? Ja. Chris is iemand die, je ziet hem, hè. En was toen een jonge man van 23 jaar. En heel vriendelijk, heel minzaam. Maar Chris is iemand die niet kan spreken. Wij hebben thuis een heel sterke verbale cultuur en wij dachten, oeps, gaat dat wel lukken, maar oké. Mooi. Chris verplicht ons om ook op non-verbale taal te gebruiken en
te vertragen in ons spreken. En een tegenpool voor ons verbale gezin. Op je kamer, op je bed. Vanaf Mickey Mouse. Voor de kinderen was het toch wel een avontuur. We hadden gezegd, er komt een nieuwe vriend bij ons. En de twee jongsten, die zaten toen eerst in tweede kleuterklasje. En voor hen was Chris echt een nieuwe vriend, een speelkameraad. Mentaal zaten ze op hetzelfde niveau. Nu, Elias, die ging toen naar het eerste leerjaar. En Elias, die had direct door, hij zegt... Hij vond dat toch moeilijk om dat als vriend te zien. Zijn beeld over een vriend was toch wel iets anders. Hij voelde dat er iets speciaals was. En Elias heeft daar echt wel moeite mee gehad. Een paar maanden. We hebben hem dat op een bepaald moment gezegd van... Kijk, het moet jouw vriend niet zijn, maar we gaan wel voor hem zorgen. Mm-hmm. En vanaf toen kon Elias daarmee leven. Chris, dat is eigenlijk bijna één geworden met het dagelijkse leven, met ons gezin om te doen. Ik stoor mij daar niet aan. Ik probeer daar om te gaan zoals met de rest, maar uiteraard met aangepaste bezigheden. Ik vind het leuk dat Chris hier om de maand komt, omdat er dan meer ontspanning is in het huis. En als je dan iets niet weet aan je pauzes doen, dan kun je even met Chris gaan wandelen of met hem gaan voetballen of zo. Wil jij nog eens, Chris? Nee. Dus kinderen doen een groot stuk van het engagement. Dat is echt waar. Maar Chris is zo groeit zorgzaamheid. Hij roept dat ook op. Hij doet eigenlijk een appel op uw zorgzaamheid. De grote kracht van de spiritualiteit van de Ark en van Jean eigenlijk, wat hij een stukje ontdekt en ontwikkeld heeft voor zichzelf en voor anderen, is dat... De zorg voor mensen met een mentale beperking, dat niet alleen gekwalificeerd wordt als zorg. Maar hij heeft heel snel ontdekt, toen hij met twee mensen is gaan samenleven, dat hij zelf heel veel van hen kon leren. Dus hij heeft dat paradigma eigenlijk omgedraaid. Santé, Chris. Eigenlijk word je in de haast van het leven ook telkens teruggebracht tot de essentie. Als wij in de week gaan werken, dan telt wat je presteert. De functie die je hebt, het aanzien dat je hebt. Terwijl als Chris komt, telt niet je belangrijke ik, maar telt of je liefde kunt geven en liefde kunt ontvangen. Dus dat brengt ons altijd terug tot de essentie van het leven. Dat vind ik toch wel heel mooi. Het is iets van wederkerigheid. We staan niet boven elkaar. Natuurlijk hebben we verschillende mogelijkheden. Maar als ik zie hoe mensen met beperking mij soms oproepen om echt lief te hebben, dan denk ik, ja, goed dat ze er zijn en dat ze aan mijn vel trekken en mij daar doen bij stilstaan. Want uit mijzelf zou ik veel gerichter of veel zakelijker met sommige situaties omgaan, dus hij schudde mij telkens wakker. Ik denk dat we in de samenleving vermoedelijk bang zijn voor alles wat kwetsbaar is en wat zwak is. En wij moeten presteren en wij moeten... wij moeten een goede baan hebben en laten zien dat wij het goed doen. En dat zwakke en dat kwetsbare te laten zien... ik denk dat we dat niet zo graag doen. Maar... wat ik zei, de Ark is niet voor iedereen iets. Maar wie meer over zichzelf wil leren kennen, daar is het, kan het heel heerzaam zijn dat zwakke en dat kwetsbare ook te leren kennen. Heel veel mensen die in de Ark komen de eerste keer, die denken, oh, dat is mooi, hè, om in een Ark-gemeenschap te wonen. En dat is ook mooi, het is heel gezellig. Maar het is het leven. En het leven is niet altijd gezellig. Het leven met andere mensen heeft zijn hoogtepunten en ook zijn dieptepunten. En dat leer je door de tijd heen.
daarin komen alle aspecten van het evangelie. Het liefhebben van de ander, het vergeven van de ander, een nieuwe kans geven. Dat zijn allerlei dingen die natuurlijk ook heel nauw liggen met ja, hoe Jezus leefde. En het is niet zo dat wij dat kunnen leven op die manier, maar we kunnen er wel heel veel van leren. Alors, je pense que l'arche est un signe de la valeur de chaque être humain, n'est pas dans la réussite, mais dans sa personne et dans sa liberté de conscience, dans ce sanctuaire où Dieu habite, pas seulement chez ceux qui sont chrétiens, mais que Dieu habite dans chaque être humain. Et ça peut être très vite écrasé à cause de la tyrannie de la normalité, où il faut être mieux que les autres, mais de laisser monter en chacun ce qui est de plus beau. On ne cherche pas vite ici à convertir quelqu'un. Ce qu'il faut, c'est si quelqu'un veut écouter ou connaître Jésus, connaître Dieu, il faut que le désir. Donc ici, on est là surtout pour aider les gens à formuler un désir, à suivre un désir, de parler de ce désir. Et je pense beaucoup que la nouvelle évangélisation doit être des lieux où les plus exclus découvrent qu'ils sont beaux, qu'ils ont une valeur, et que ce n'est pas en les convertissant, mais en leur révélant qu'ils ont une valeur. Et à ce moment-là, ils peuvent écouter, comme disait Etty Hilsum, écouter la voix intérieure, écouter leur conscience intime. Et à ce moment-là, on se relève ensemble. C'est évident que Jésus, pour moi, c'est celui en qui je désire demeurer et que je désire demeure en moi. Jésus est relation. Et toute la vision de Jésus, c'est simplement demeure en moi et moi en toi. Enfin, c'est de laisser. Et puis, il progressivement me purifie à travers la vie, mais en même temps me donne beaucoup de joie parce que Dieu est présent. Later ouder ben en getrouwd, dan weet ik niet of ik iemand van de Ark of zoals Chris in huis zou nemen. Van mij mag dat zo om de maand, maar ik weet niet of mijn vrouw daarmee akkoord zou gaan.